Stel, hè? Waarom krijg ik nu een melding op mijn computer? Stel je eens eventjes voor, hè? In je fantasie speel je in Camp Nou. Dat is lekker. Dan heb je het gemaakt als voetballer. En ik denk dat dat voor heel veel mensen van ons bij je fantasie blijft. Maar stel je neemt de corner in Camp Nou. Je kijkt naar rechts. Op de grond ligt een afgehakt varkenshoofd dat naar je toe wordt gegooid. Omdat de supporters van Barcelona jou zo ontzettend erg haten. Ja, dan heb je het wel gemaakt als voetballer. Dat verhaal van net dat overkwam, niemand minder dan Luis Figo. Die een hele gewaagde overstap maakte met heel veel commotie, heel veel haat van Barcelona naar Real Madrid. En vandaag vertel ik zijn verhaal. Ik heb mijn Portugal shirt aangetrokken met nummer 10 van de enige echte legendary João Mário. Natuurlijk, wie kent hem niet, speelt tegenwoordig voor Spartak Moskou. Is hij uitgeleend, komt binnenkort weer terug met de Inter. Hoor drama, wat moet je er nou mee? Goed, we dwalen af. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Weer eens een verhaal van een speler. Ik hoop dat jullie dat kunnen waarderen. Er zijn altijd mensen die deze samen met hun vader kijken. En dat is een fantastisch compliment aan alle mede-boomers. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Deze kaart van Luis Figo is een leenkaart. En ja, ik kan hem kopen, maar dit soort kaarten verkoop ik altijd direct weer. En ik heb ook nog met hem gespeeld. En het is een fantastische kaart. 4-ster, 4-ster. Tegenwoordig heb je eigenlijk altijd wel één keer 5-ster nodig bij een van die dingen. Hoog-laag is top voor een winger. Hij heeft goede pace, goede shooting, goede passing, goede dribbling. Dus fysiek is niet helemaal meer je van het. En deze kaart heeft hij gekregen voor zijn wedstrijd in de Champions League tegen Manchester United in 2003. Waarin hij een hele mooie chip scoorde tegen Manchester United. En ook nog een doelpunt scoorde. Nee, dat was het enige doelpunt. Uiteindelijk wonnen zij, ja, dat is domme informatie, 6-5 over twee wedstrijden, waardoor ze in de halve finale tegen Juventus speelden. En ze hebben die competitie niet gewonnen, dus waarom die tweede zin er staat, voegt niet zo heel veel toe. Je ziet al aan de clubs die hier staan, dat het een beetje vreemd is. Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Er zijn meer spelers die overstap hebben gemaakt. In Nederland gebeurt het ook heel vaak. Spelers die voor Feyenoord en Ajax spelen. Johan Cruijff die heeft ook voor Feyenoord gespeeld en die is nog steeds een Ajax-legend. Waarom is dat niet zo gevoelig? Nou, het was meer de hele situatie waarin dit gevoelig was. Ik ga een wedstrijd spelen met mijn Road to Glory-account. Ik heb Figo ook op dat andere account dat ik heb. Maar hey, Weekend League moet toch gewoon gespeeld worden. En dat ga ik dit weekend een aantal keer doen op twitch.tv/fcroelie. Ik ben begonnen met streamen op Twitch. Niet alleen Road to Glory, ook pack openings. We hebben daar pakketjes voor geopend. Gisteren bij het Serie A Team of the Season. Team of the Season gepakt ook. Portugees Team of the Season. Helemaal geen prank was dat verder. Zien jullie wel in de volgende video. Maar je kan het volgen. Dan krijg je elke keer een melding als ik daar stream. Het is fantastisch. Het is leuk. Het is gezellig. De link staat in de beschrijving. twitch.tv/fcroelie. Ik hoop dat ik jullie daar zie. We kunnen ook andere dingen doen, hè. We kunnen ook Lego Avengers spelen. Die kapot heb gegooid. Dat kunnen we ook doen. Het is maar net wat jullie willen. Goed, een potje zoeken in de Weekend League is niet het meest verstandige. Want die verhalen vertellen is altijd al heel lastig. Laat staan als je dan ook nog eens FIFA gaat spelen. Maar mensen, ik heb een uitdaging nodig. Ik heb een ontzettende uitdaging nodig. En hoe kan ik dat beter krijgen dan dus inderdaad de Weekend League te spelen ondertussen. Garincha staat op de bank. Hebben we ook al een keer een verhaaltje over gemaakt. Die te vinden is op mijn kanaal. Wil je weten hoe hij is ontmaagd door een geit? Dan kan je dat ook bekijken. Goed, Luis Figo is geboren op de data kijk ik altijd eventjes vanaf mijn speakbriefje. Luis Figo is geboren op 4 november 1972. Dat betekent dat hij op dit moment 47 jaar oud is. Hij is geboren in een buitenwijk van Lissabon. Ik heb 4 ping of 4 bar en een lage ping omdat iemand bestanden aan het uploaden is. Dat heb je in een huis met YouTubers. Hij is geboren in een arbeiderswijk in Lissabon en wist dus hoe het was om hard te werken. Heel makkelijk als je op je 12e al wordt gescout door Sporting. Want tot zijn 11e speelde hij futsal in Portugal, een soort zaalvoetbal, een bepaalde vorm van zaalvoetbal. En op zijn 11e, 12e werd hij dus gescout door Sporting Lissabon en belandde hij daar in de jeugdopleiding. Op 1 april 1990 was hij 17 en maakte hij zijn debuut voor Sporting. Waar is hij? We gaan hem eventjes vinden, we gaan hem eventjes vinden. Even aan de bal krijgen. Oh, even wat feeling. Oh, wat is hij behendig. Oh, wat is hij ontzettend behendig. In Sporting, in Portugal dus, speelde hij een aantal jaar. Het ging op zich wel keurig. Het ging wel lekker. Ze pakte een aantal prijzen. Het was wel prima. Socrates
Fantastisch doelpuntje, jongen. Socrates de dokter, let's go, man. Als dit niet jouw video. In Sporting pakte hij een aantal prijzen. En in 1995 werd het duidelijk dat hij weg zou gaan bij Sporting. En dit is het eerste in wat controversiële dingen met betrekking tot transfers in zijn carrière. En dit vond ik erg leuk. Sporting had een akkoord gesloten met Juventus voor de transfer van Luis Figo. Luis Figo wist daar niks vanaf, had daar geen inspraak in en was daar ook niet zo heel erg tevreden over. Want ja, waarom zou je club in godsnaam in één keer zonder het met jou te overleggen een transfer afspreken met een andere club? Ja, wil je een beetje inspraak in hebben? En dat had hij dus niet. Dus wat had Figo gedaan? Die wilde niet naar Juventus en die was boos op de club. Dus die had besloten, weet je wat, jullie hebben een akkoord met Juventus. Ik heb zelf een persoonlijk akkoord gesloten met Parma. Parma was op dat punt in de voetbalwereld in Italië ook een erg groot team. Dus afgezakt, maar het was een heel groot team. Dus Juventus zei, hey, hallo, wij hebben een afspraak met Sporting dat wij Luis Figo hebben. Parma zei, hey, hallo, we hebben een afspraak met Luis Figo dat wij Luis Figo hebben. En uiteindelijk moesten er heel veel rechtszaken komen en had een andere partij, ik weet niet precies welke, slecht voorbereid van mij, Douglas, mag je best wel binnenschieten. Een andere partij, een grote overkoepelende partij, had gezegd, weet je wat, die transfers gaan allemaal niet door en er komt een verbod op een transfer van Luis Figo naar Italië voor de komende 2 jaar. Dus het was zo dat Luis Figo niet door een Italiaanse club gekocht mocht worden. Nou ja, er was dus wat onenigheid over. Luis Figo die zat ook niet helemaal lekker meer op zijn plek daar. Douglas aannemen, schieten. Oh, goed geblokt van mijn tegenstander. Luis Figo zat er niet helemaal op zijn plek en het was dus duidelijk dat hij wegging en weg wilde. En toen dacht Barcelona, hey, weet je wat? Dit is het juiste moment voor ons om eventjes Luis Figo op te pikken daar in Lissabon. En dat hadden ze helemaal goed. Dit moet toch wel een doelpunt zijn. Gulaschi, wat een redding. Hij ging uiteindelijk voor 2,2 miljoen pond. Ik weet niet hoeveel euro dat precies was toen de tijd. Soms. Bij Barcelona groeide hij in het eerste seizoen nog niet uit als een basisklant tot een vaste waarde. Het was Johan Cruijff die op dat moment nog coach was van Barcelona. En die hield Figo vooral rustig op de bank. Dus niet in de basis om hem te laten wennen aan het voetbal. Na 1 seizoen ging Johan Cruijff alweer weg. 1 seizoen van Figo bij Barcelona. Toen werd Robson aangesteld. Bobby Robson, een Engelse coach. Figo werd wel een vaste basisklant. Werd ook steeds belangrijker voor Barcelona. Maar het was nog niet echt een heel groot succes. Barcelona klikte nog niet helemaal. En Figo kon dus ook niet zijn draai vinden in het team. Wat wel zo was, is dat hij steeds meer waardering begon te krijgen voor Barcelona. Voor Catalonia, waar hij een fan van werd. Hij voelde zich thuis in die buurt. Hij werd ook echt als een soort vlaggendrager gezien voor Catalonia. Want Catalonia is natuurlijk een gebied dat zijn eigen onafhankelijkheid wil hebben. En dit is een mooi doelpuntje van Rashford. En dat is altijd heel erg omstreden. Burgeroorlogen, veel rellen, noem het allemaal op. En Figo was daar iemand in die van buitenaf als Portugees daar naartoe kwam. En heel erg pro-Catalonia was. En dat moet je daar zijn voor die fans. Want die vinden jou zo ontzettend fantastisch. Hij werd een soort van publiekslieveling. Een jaar later, in 1997 kwam ons Louis van Gaal naar Barcelona. Hij haalde heel veel Nederlanders naar Barcelona. Maar hij wist de volgende prijzen te pakken daar, Luis Figo. Met onder andere Louis van Gaal. Seizoen 97-98, de La Liga. Seizoen 97, de Copa del Rey. Seizoen 98, de Copa del Rey. Seizoen 2002-2003, de La Liga-titel. En in 1997 ook nog de UEFA Super Cup. Best wat prijzen, maar op een gegeven moment in 1999 begon Figo een beetje ontevreden te raken. Hij was aanvoerder, hij was publiekslieveling, hij was een van de betere spelers en voelde zich eigenlijk ondergewaardeerd. En niet zozeer door het publiek, maar door de club. De club was intern echt een rotzooi. Barcelona was echt een troep. Er was heel veel machtsstrijd. Er was heel veel onduidelijkheid over wie het voor het zeggen had. Veel mensen die vochten om dezelfde plek in het bestuur van de club. Natuurlijk is het zo dat je wel gewaardeerd wordt door je fans, maar er is ook een andere manier van waardering. Stel je het volgende voor. Slecht voorbeeld, maar deze serie draait om slechte voorbeelden. Als jij in een supermarkt werkt en de vakken vult en altijd zorgt dat er ook in deze quarantainetijden volle schappen zijn, dan word je gewaardeerd door de klanten. Zeker, zeker. Die vinden het allemaal fantastisch dat jij het doet. Alleen is het leuk dat jij gewaardeerd wordt voor de klanten. Maar als je dan voor een hongerloontje die schappen staat te vullen, dan heb je zoiets van, ja, ik krijg wel de waardering van de klanten. Maar de waardering in de vorm van geld, die krijg ik niet. En boem.
Fantastic doelpuntje, Socrates. Niet eens een chip, scoort hij gewoon uit zichzelf. Oh, 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 wat een wonderlijke speler. Als jij niet het geld krijgt in de vorm van loon van die supermarkt, dan denk je van ja, dat is allemaal leuk, die waardering van klanten, maar stik er lekker in. Ik wil meer geld. Ik wil meer centen. Poen, poen, poen. En als je dan naar een andere supermarkt gaat, omdat je daar meer kan verdienen, dan denken die fans al heel snel van ja, je doet het alleen voor het geld, je doet het alleen voor het geld. Maar er is natuurlijk een verhouding van het alleen voor het geld doen of het doen voor de hoeveelheid geld die jij denkt te verdienen. Dat was eigenlijk het geval bij Figo. In 2000, nadat hij dus ontevreden was, in 2000 werd Florentino Perez de president van Real Madrid. Hij is nog steeds volgens mij de president van Real Madrid. Boom, Douglas. Oh, 4-0, afslachting. Hij is nog steeds de president van Real Madrid, Florentino Perez. En toen hij verkozen werd, had hij al, tijdens dat proces, voordat hij het officieel was, afgesproken met Luis Figo. Als ik word gekozen als president van Real Madrid, dan haal ik jou naar Real Madrid. Ik wil werken aan de Galacticos. Ik wil werken aan het mooiste, het beste team ter wereld. En ik wil jou daarbij hebben, Luis Figo, als een van de beste spelers van Barcelona. Luis Figo zag dat wel zitten. Want ja, hij wilde gewoon die waardering. En hij werd daar uitgenodigd op een gesprek in Madrid. Het waren er 10 mensen die hem verwelkomden. En toen dacht hij, wow, ze vinden mij zo belangrijk hier. Ze vinden mij zo goed hier. Ik wil hiervoor gaan spelen. Ik wil voor Real Madrid gaan spelen. Florentino Perez werd gekozen. Luis Figo had een afkoopclausule in zijn contract staan voor 60 miljoen euro. Real Madrid betaalde dat. Was op dat moment de duurste speler aller tijden. En Barcelona was boos. De fans waren boos. Ze voelden dat Figo hun had verraden. Wat in zekere zin natuurlijk ook wel het geval is. Behalve dan dat hij een afkoopclausule heeft en dat gewoon betaald wordt. Dus ja, dan is het zijn recht om daar naartoe te gaan. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet tegen fans van een club zeggen. Want die voelden zich gewoon genaaid. Wat ik me ook zou voelen op dat moment. En Figo ging met Real Madrid door. Won daar heel veel prijzen. Ik heb het hier allemaal staan met Real Madrid. De La Liga in 2000. De La Liga in 2002. De Supercopa in Spanje 2001, 2003. De Champions League in 2002. De Supercup in 2002. De Intercontinental Cup in 2002. En dan won hij volgens mij ook nog eens de Ballon d'Or in 2000. Wat dus voor het seizoen was dat hij voor het eerst Real Madrid joinde en net bij Barcelona had gespeeld. Wat natuurlijk ook heel gevoelig is, want dan wint hij de beste prijs. Of de prijs voor de beste voetballer aller tijden. En dan speelt hij net bij Real Madrid. En toen, na een aantal wedstrijden al teruggespeeld te hebben in Camp Nou. Want het is niet de eerste wedstrijd met die varkenskop dat hij in Camp Nou speelde. Nee, hij speelde met Real Madrid nog een keertje in 2000, 2001, 2002. In 2003, een paar keer later, werd dat varkenskopje naar hem gegooid. En hoe hij het zelf herinnert is. Ik kan me niet voorstellen dat er ooit iemand zoveel werd geboet, werd ja, niet toegejuicht, maar werd uitgejuild als ik toen naar tijd. En dat zie ik als een compliment. En dat kan je misschien ook maar beter doen, Luis Figo. Uiteindelijk ging hij bij Real Madrid weg, omdat hij daar op een gegeven moment niet meer in het systeem paste. Toen ging hij naar Real Madrid toe, of naar Inter. Hij ging van Real Madrid naar Internationale toe. Daar won hij 4 keer de Scudetto achter elkaar. 4 keer werd hij landskampioen met Inter. Daar werd hij in zijn laatste wedstrijd gewisseld en mocht hij ook de aanvoerdersband dragen die Javier Zanetti aan hem gaf. Het is een legend, een Ballon d'Or winnaar. En dit was zijn verhaal. Jij wordt bedankt voor het kijken. Blauw en bestop zijn en check jullie allemaal later. Joejoe!